na W54 naar 100. Dan heb ik voor u de coach. 6. En na de start heeft Daros de leiding genomen met op de tweede plaats Davriel de Noot, gevolgd door Chess Darby. De vierde plaats Sita Boshoeve. Achterop is geraakt door een fout na de start van Don Juan. Ingaan van de bocht naast elkaar, Daros en Davriel de Noot. Op twee lengte volgt Chess Darby op de derde plaats. Dan Sita Boshoeve, gevolgd door Bewin Volente. Daarachter Balance Performer. In de rechte lijn een lengte voorsprong voor Daros op Davriel de Noot met aan de binnenzijde Chess Darby. De vierde plaats volgt Sita Boshoeve voor Balance Performer en dan volgt Dutch Hanover. Aan de binnenzijde Calypso Prince. Voor de tribune Daros, halve lengte voor Davriel de Noot en die heeft een halve lengte voorsprong op Chess Darby. Voor Sita Boshoeve, Balance Performer en Bewin Volente voor Dutch Hanover met Calypso Prince. Twee lengte daarachter volgt Klarijn Hanover en dan volgt nog Don Juan en Black Pit. Met uitkomen van de bocht leidt nog steeds Daros, halve lengte voor Davriel de Noot en die heeft een halve lengte voorsprong op Chess Darby. Aan de buitenzijde ligt Sita Boshoeve en vijfde is Balance Performer. Die gaat aan de buitenzijde nu naar voren toe en komt op de derde plaats. Gaat de aanvaller en de koploper nog bedreigen en gaat de leiding overnemen. Het is Balance Performer die nu een lengte voorsprong heeft genomen op Daros. Ook aan de buitenzijde Dutch Hanover naar voren toe, komt op de derde plaats. Daar viel de noodzak terug naar de vijfde plaats en vierde is Chess Darby. Bij het ingaan van de laatste bocht, Balance Performer. Aan de buitenzijde Dutch Hanover, dan volgt nog Daros Chess Darby. Met uitkomen van de bocht, half lengte voorsprong voor Balance Performer op Daros. Met Dutch Hanover aan de buitenzijde op de derde plaats en aan de binnenzijde volgt Chess Darby. In de rechte lijn, Balance Performer. Aan de buitenzijde Dutch Hanover. Dan volgt Chess Darby, daar al zak terug naar de vierde plaats. Vijfde is Bewin Volente, voor Davriel de Noot. En Klarijn Hanover. Het is Balance Performer, aangevallen door Dutch Hanover. Op de derde plaats volgt Chess Darby. Naar de vierde plaats gaat nu Klarijn Hanover. Koploper wordt bedreigd. Het is Dutch Hanover die gaat nu de leiding overnemen voor Balance Performer. En Chess Darby gaat worden 11-8-4. 5, dat is voorlopig. De winnend coach, 11 winnend, brengt 2 gulden 90. Más pequeños, los que tanto...